Het Amsterdam Dance Event zit er weer op. En dus zijn alle top-DJ's weer uitgevlogen naar de meest exotische oorden. DJ Dano was ooit ook een ster. Sterker nog, meneer was de absolute gabberkoning. Maar al het geld wat hij verdiende ging op aan drank en drugs. Wat rest is een rijtjeshuis in Hoofddorp. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen, man. DJ Dano. Kom binnen. De gabberkoning van wel eer in een rijtjeshuis als dit. Het is een groot contrast, hè? Ja, ik heb geen villa, sorry. Want we hebben net wat beelden gezien van hoe jij dan vroeger erbij stond. Want je ziet er wel goed uit, maar je ziet ook wel dat je goed geleefd hebt, zou ik maar zeggen. Hè? Dank je, ja. Want jij bent ander werk gaan doen, ook omdat je er doorheen zat. Ja, ja omdat ik er doorheen zat en omdat ik op een gegeven moment ook zo'n pleurishekel had aan die muziek waar ik mee bezig was. Daar was ik even helemaal klaar mee. Dus ik dacht, nou, fuck off, ik ga even wat anders doen. En dat was? Toen ben ik mijn eigen bouwbedrijf gestart. En dat had er eigenlijk alles mee te maken dat je een schuld had? Want je had er alles doorheen gejaagd? Ja, dus ik moest noodgedwongen dit gaan doen. Maar ja, als je inderdaad s'avonds staat te douchen en er komt gewoon heel veel zwarte prut uit je neus, wat vroeger wit was, dan is het toch wel heel verschrikkelijk. Dit is het Radion? Dit is Radion, ja. Dat is een club ook, hè? En dat heb je eigenhandig opgebouwd, dit? Ja. Dit hebben we gebouwd. Hoe is het nou voor jou om dan in deze tijd met deze generatie die dan nu bakken met geld verdient te werken? De DJ's van tegenwoordig vind ik persoonlijk, niet lullig bedoeld, een beetje saai. Waar wij bijvoorbeeld vroeger hier een paar pillen hadden liggen en een grammetje coke, ligt er tegenwoordig een banaan en een sinaasappel. Dat is wel een verschilletje. Voor Armin van Buren. Precies. En Chester. Dat is wel een verschilletje. Ja. Jij stond dus normaal gesproken in jouw oude tijd ook in dit soort tenten helemaal strak. Strak van de drugs. Zeker. Ja? Dat was vaste prik. Ja. En hoe is de gezondheid dan nu eigenlijk? Het gaat eigenlijk hartstikke goed met me. Mijn lever is nog in orde, mijn neusgot zit er nog, mijn nieren zijn helemaal top. Dus ik sta weer op de donorlijst.